Hallo iedereen, welkom bij deze gloednieuwe video. We zijn weer terug. Hè. Ik had geprobeerd het geld te verwijderen via de XML-files. En alles gedaan zoals het hoort, denk ik. En de game bleef hangen op 99%. Maar ik heb nu via de command dingen het aangepast. En ik heb dan terug de backup save game gecopy-paste naar de gewone save. Waardoor het eigenlijk naar voor het dingen van mijn geklingel was gezet. Dus dan heb ik het opgelost. Waar gingen we toen? Ah ja, we moesten daar gaan opruimen. Kijk, iets van een graan, een oprechtwagen dat goedkoop is. Forage wagons. Allemaal veel te duur. Ik zo, hè? Allemaal veel te duur. Veel mods vandaag. Die dat in sale staan. Hè? En iets van een voorlader heb ik niet voor deze trigger. Ik zal eens even snel op het internet iets wat zien. FS22.com heb bijvoorbeeld. Even snel kijken. Zie ik niks tussen staan. Hier is zien. Misschien zat hij er tussen. Heb ik die nou of nog? Want ja, die websites hebben ook allemaal hetgene wat dat in de game gewoon zit. Hè. Nee, die heb ik nog niet. Ik weet niet hoeveel het hem kost. Downloaden en dan zullen we zoiets wel eens zien. Hè. Dan zal ik zo dadelijk de game even terug opnieuw opstarten. En dan zullen we wel zien. Hè. Dus nu een Megala.
Michele Gerrand. Autoloods. Kingmans. Zien zeker. Ik zie hier geen dingen tussen staan. Ik denk ook niet dat ik er nog een heb in mijn mods staan die dat eventueel dat zou kunnen doen, dat ik gewoon niet geactiveerd heb. Niks tussen zitten. Dat is ook weer te duur. Ik denk dat ik gewoon even zien of ik nog iets anders in mijn mods heb staan dat ik gewoon nog niet geactiveerd heb. Of dat het op een andere manier opgelost moet worden. Dat kan ik hier vooral moeten denken, maar vergeten. 4K kan ik ook niet betalen. Want ik moet de stro van mijn veld en mijn. En ik kan in de game zo gezegd niks huren. Hè. Dus of eigenlijk is toch de bedoeling, hè?
22.000, ik kan helemaal niet betalen. Nee, echt niks te vinden. Nee, dan zal ik even de game opnieuw opstarten en even opname pauzeren. Hè. En dan zie ik jullie als ik terug ben. Oké, ik ben weer terug. Ik heb geen dingen meer voor de rest gevonden. Ook niet in de andere mods. Oh ja, er stonden er wel tussen, maar dat is al 100.000 euro. Dus ik heb dus die ene nog. Hoe is dat dan? Hoeveel? 30.000. Ja, oké, dat wordt dus nog niks. Ik denk niet dat er al iets van een schip of zo is. Dat zou wel veel tijd in beslag nemen waarschijnlijk, maar. Wat doet dit? Not sure. Nee, de flat given. Nee. Nee, de twee studios heb ik nu nog niet nodig. Balen persen heb ik geen goede kopen zeker. 9.000, 8.000. Dan zal ik het gewoon moeten inploegen, denk ik. De ploeg pakken. Ik had het graag uitgestrooid gehad. Of eigenlijk opgerapt, maar dat kan ik niet, want daar heb ik geen geld voor. Cruise control aanzetten.
Amai, die pro die gaat op en neer de hele tijd. Zelf. Gewoon inproeven, hè. Nee, ik denk dat ik het zo dadelijk weer gewoon op een timelapse gewoon zitten. Yep. Ja. Timelapse in 3. Wacht, even draaien eerst. 2. Here we go. Oké, ja. Ik heb een paar mods geïnstalleerd gehad. De realistische dingen heb ik geïnstalleerd gehad. Ja.
Dat is misschien niet echt handig. Mijn trekker is de grond ingezakt. Janneke, hem even recht uit de grond helpen met een combine. Ik weet het, het is niet echt realistisch, maar veel anders kan ik op het moment niet. Even de hulpmiddelen van de winkel eruit halen. Dat wil ik even onderbroken. Ik weet niet hoe dat ik hem daar anders zou uitkrijgen uit de modder. Ja, modder.
Hij zit gewoon diep in de grond. Diep, ook weet niet, maar hij zit gewoon vast. Deze even aan de kant zetten. Don't get stuck. Don't you dare.
even een screenshot te pakken. Maar ik voel het gewoon een hub te verwijderen. Ik zet het mee een beetje schrijven. Ja. Hoe kan ik hieruit geraken? Deze heb ik eruit gekregen. Maar daar zit nog altijd vast. Ja. Waar is mijn vierwielaandrijving? Oh, wacht, nee, dat kon ik niet betalen. Oeps. Niet door het gebloed deel aan. Je ziet, hè.
Zo, eens proberen, hè. Vlak na. Meer langs achter. Ik kan hem dan zo een beetje op te tillen of zo. Maar dat is scheef, ne? Of niet? Ik ga off camera er nog wat meer mee klungelen. En misschien gewoon een resetten. Maar dat is eigenlijk niet wat ik wil doen. Maar als ik het niet anders kan, dan geef het gewoon op. Dan reset ik hem dan gewoon. Maar dan wil ik hier ook zeggen: vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende. Hadoe.